Minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken heeft gisteren de installatie van de walspanning van de kustwacht in gebruik genomen. De walspanning zorgt ervoor dat aangemeerde vaartuigen eenmaal 24 uur worden voorzien van elektriciteit. Voorheen gebeurde dat door generatoren. Met de nieuwe walspanning komt er een enorme besparing op het verbruik van brandstof. Dit project is gefinancierd uit de restantmiddelen van Staatsolie NV uit een vorig project met de kustwacht.